Hier aan de rand van het Haagse Bos ligt de drukke Benoorderhoutseweg. Populieren die langs deze weg staan moeten zo snel mogelijk worden gekapt vanwege gevaar voor vallende takken. Dus wordt er 's nachts gekapt. En dat klinkt zo. Nou, alsof iemand met een kettingzaag beneden het hele huis aan het verbouwen is. Ik heb de ramen dicht gedaan. Ik ben even gaan kijken wat er aan de hand was. En ik was erg verbaasd dat er op dat moment, het was toen 2:30 s'nachts, bomen om werden gezaagd en in stukjes ook. John van Helden is een van de bewoners die al nachtenlang wakker ligt. Dus we hebben nu maar van die waxoordopjes gekocht. Hopen dat dat het geluid een klein beetje buitenslijt. Dat we toch een oogje dicht doen, want 3 nachten niet slapen, dat gaat hem echt niet worden. We hebben kleine kinderen. Ik vind het een heel bijzonder tijdstip om dat te doen. Dus de gemeente moet nog eens nadenken of dit nou de beste planning was. Volgens de gemeente Den Haag is er geen andere optie dan de bomen 's nachts te kappen. Overdag zou de Benoorderhoutseweg moeten worden afgezet met veel verkeershinderen als gevolg. John zou het liever anders hebben gezien. Gooi dan die hele weg 2 dagen dicht. Dat is vaker gebeurd met werkzaamheden. Waarom kan dat nu niet? En nu zit dus een hele wijk die ligt 4, 5 nachten te dreunen in zijn bedje. Gelukkig voor de omwonenden was dit de laatste nacht dat er is gewerkt.